En toen zei hij zo, who is Harmon Yang? Is he Japanese? Kijkers van Harmen Frodo. Goedemorgen, kijkers van Harmen Frodo. En dit is weer een nieuwe dag. Het is deze keer 7:10 ochtends. In plaats van dat we om 7:00 ontbijt voor moeten bereiden, moeten we om 7:30 voorbereiden. Dat is fijn, dat komt ook een beetje doordat ik nu al weet hoe je ontbijt voor moet bereiden. Dus dan doe je alles een stuk sneller. Groepsfoto, leuk. En nu zijn mensen dus ook opeens al wakker. Dat is grappig. Hallo vlog, het is tijd. Wat vond je van het ontbijt vandaag? Ontbijt? Hetzelfde als gisteren. Maar wel... Hoeveel sterren? 3,5. Hoeveel sterren voor het ontbijt? Nee, ik ga ook... Oh, je wel ook zo. De thee was echt niet te drinken. Oh ja, de thee was wel heel zoet. Ja, oké, okay, dat was dat mijn schuld. Waar. Ik heb dat klaargemaakt. Ja. Maar er moesten 3 zakjes in plaats van 2. Dat was ook veel te veel. Ik geef het ontbijt een 2,5. Oké, okay, zijn jullie benieuwd naar de lunch? Hopen jullie op iets warms? Ja. Ik hoop op kipnuggets. Oeh ja. Kaboom. Oké, okay, we hebben prut en appelmoes. Oh ja, dit is Eline trouwens. Ik heb jou ontmoet van de straat. Stel jezelf even voor. Hi, ik ben Eline. Heel mooi. Ja. En we hebben, het is echt een Nederlandse maaltijd trouwens. Prut met appelmoes, met stokbrood, met kaas. Dat is exact hoe ik het zou doen. Dat is heel nice. Ik weet dat dit heel random is, maar jullie mogen je eerst even voorstellen. Hallo. Hallo. Oké. Dit is Nikki. En dit is Meertje. Ja. En hoe schrijf je beide namen? Want volgens mij zijn het echt namen die je op 6 manieren kan schrijven. Ja, nou, ik ben niet echt een linse persoon. 10 out of 10. Ja. Appel, oké, okay, wacht, gaan we zo wel belangrijk. En linse? Maar ik vond de appelmoes wel een wespenlokker. Ja. Dat ja. vond ik een teleursteller. Ja. ja. Maar ja, daar kan het eten niks aan doen. Ze schept ze ook echt wel om de wespen. Maar oké. Okay. Als je de hele maaltijd een ster mocht geven tussen de 1 en 5, welke ster zou je de hele maaltijd geven? 2. Ik wou een 3 op zich. De pretzeltjes maakten er wel vol. Maar. Ik vond het eten een beetje matig. Een beetje sneu. Vertel, licht toe. Waarom heb je je bord niet leeg gegeten? Ja, omdat ik vol zat. Ik had genoeg. En hoeveel sterren krijgt de maaltijd? 2, want het was wel gewoon eetbaar. Ik vond het een 3. Als zeg maar op de schaal van couscous onderaan en dan van gisteren was oké. Okay. Ja, 3. En vond je gisteren de mislukte nasi of de macaroni beter? Macaroni, ja. Ik geef denk ik een 3,5. Ik vond vooral de linzen wel tegenvallen. Ik had eigenlijk verwacht dat het rijst met kokerrie was. Dus dat daar hoopte ik hard op. Alleen toen was het echt een stelling dat ik zag dat het iets anders was. En het stokbrood dat was wel goed. Dus dat had ik gewoon een extra groot stuk. Dus dat was wel fijn. Daar was ik wel erg blij mee. Ja. Nice! Dan komt mijn uiteindelijke review. Ik vond het heel lekker. Ik heb genoten van de appelmoes. Het eten rook ook ongeweldig gelooflijk goed. Dus ik heb er heel erg van genoten. Van mij krijgt deze maaltijd een 3,5 ster van de 5. Dat maakt als allerlaatste nog steeds de couscous. Daarna deze maaltijd. Daarna de macaroni en daarna de mislukte nasi. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er vanavond op het programma staat. En dan zien we jullie dan weer terug bij een nieuwe food review. Hallo, mijn naam is professor Frodo. Ik geef les in Thaizeziaanse gewoonten. Thaizeziaanse gewoonte 1, vet vies eten. Niet waar, was best oké. Okay. Sorry, ik neem mezelf niet eens serieus. Nee, zo, je moet achter je oren, niet op je oren. Ja, maar dat werkt niet. Ja, dat komt dus echt door onze verschillen in hoofd. Dat is wel beter, maar alsnog... Ja, oké, Thijs, bevrijd me. Zal ik jou bevrijden? Oh, ik heb nog een leuk verhaal, maar dat wou ik eigenlijk aan jullie allemaal vertellen. Dus jullie moeten allemaal even je hoofdje zo steken. Yes, perfect. Gistermorgen kwam ik aan bij de keuken. Dus hij deed de presentielijst.
En ik stond daar echt zo en hij zei zo, hoe is Harmon Yang? En ik zei zo heel zachtjes, help Wesp. Ik zei zo heel zachtjes, hey jongens. Okay. Ja? Ik zei zo heel zachtjes, that would be me. En toen zei hij zo, who is Harmon Yang? Is he Japanese? So, no, I'm not. Dus vanaf nu is mijn alter ego is Harmon Yang. En hij had het ook echt opgeschreven als Harmon Yang. Yang Gang. Dit is echt... Waarom lach je nou? Bij Thuis eet ze pas om 7 uur 's avonds. Dus mijn ouders die stuurden net een appje door dat ze macaroni gingen eten. En ik ben hier, help auto. Je mag hem weer terug. Mag ik hem weer terug? Ja, voordat ik zeeziek word. Nu ben jij professor Yang. We hebben een ijsje gehaald. En ik heb aardbei. En jij hebt aardbei. En jij hebt aardbei. En jij hebt... Geen aardbei. Pistache. Pistache. Nee. Thijs heeft pistache. Geloof hem niet, hij heeft pistache. Ik zie jullie niet, want deze bril heeft ongelofelijke sterkte. Elena heeft haar lepeltje laten vallen, dat is best wel vies. Oh nee. Dank. Wow, ik zie weer. Nu ga ik de Harry Potter bril opzetten. Epic sterren. Go ahead. Ja, ik kan hem niet opzetten bij jou, want ik heb een ijsbakje vast. Zul ik hem opzetten? Ja. Graag. Dan ben ik niet verantwoordelijk voor als je het verkeerd doet. Dit is hem helemaal, toch? Welke zwerfbal, jongen? Qua montuurtje of qua hoe goed ik kan zien? Want hoe goed ik er doorheen kan kijken is het 100% die van Thijs. Maar qua dit... Hij staat ook echt zo slecht op jou. Heb jij een breed hoofd of zo? Ja. Al die dingen passen niet. Nou, mag ik hem weer terug, alsjeblieft? Ja. Dank je voor deze experience. Ja? Ja? Oké. Okay. IJsjes! Oh, sorry. Hoe vond jij het aardbeienijsje? Lekker. Hoe vond jij het pistache-ijsje? Framboos. Oh. Hoe was dat? Lekker. Maar als je het vergelijkt gewoon met een mislukte nasi? Ja, dan is het... 5 sterren. Dan is het 5 sterren, ja. Hoeveel sterren? Nou, zeker wel 4,5. Kijk, perfect. Ja. Het staat nu gelijk met de mislukte nasi. What are those? 2 vlogs. I'm going to do this part of the vlog in English, so people don't think I'm talking about them. And we are eating mashed potatoes and something between mayonnaise and yogurt. And a really big carrot. And something like chickens. And... apple-like peach, cookies and bread. So we are really going to enjoy this. In the Netherlands we called it hutspot. Food review. Oké, het eten werd beschreven door Thijs als disgusting. Het is op. The carrot was the worst. I'm talking in English, so my German friends don't think I'm gossiping about them. The carrot was really the worst. I set the mashed potato on the second place because it was also not good. I really like the peach, what gives vibes of an apple. And the yogurt wasn't bad. I really enjoyed it. I think the meal gets 2 stars from 5. Ik vond hem een beetje overhyped. Ik was echt van, ja! Aardappelpuree in Tazé. En toen was het nog veel te veel. En ja, dat was cool. En wat is je, hoeveel sterren? 3. Dat vind ik nog vrij hoog. Het was echt geen culinair hoogstand. Heb je die wortel gegeten? Nee, dat was echt hard. Ja, dat dacht ik dus al. Die was ik vergeten. Want het was veel te groot. En ze had hem niet door binnen gesneden. Dus ik moest hem even af. Opkomen, dat was voor. Maar ja, het is vitamine. Oh, echt mijn vieze afgegeten. What are those? Nee, het is gewoon
Yang Gang out.